We hebben als rode akker zo meteen over de vloer. Kunnen jullie goed sushi maken? Dirkje? Oh. Kijk eens, je eerste korstje. Er was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Kom heen! Ze scheurt van hot naar her voor presentaties en voor shoots. Ze houdt alle ballen in de lucht met mukje, tet en snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee om 5 uur. Dit is Kim TV. Weer een nieuw avontuur. Hier is een nieuwe aflevering van Lekker Veel Hooi op de Vloer. Gaat hij lekker? Kijk uit, Joep. Ga je doen? Ik ga goed in de trap. Oh nee, hij gaat het wel doen hoor. Je moet alleen niet over de straat, je moet over de stoep. Ga maar erop zitten. Ik ga je helpen. En wie zit er volgens mij opgescheept? Ted en mama. Mama? Mama? Zeg dan mama. 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 Nee. Mama. Moet hij eerst Joep zeggen? Ja? Leer jij hem maar Joep zeggen dan. Mama, mama. Of Joep? Joep. Toet, 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 toet. Hoe gaat het met u? Ik ga rijden. Joep, wat komt er vandaag? De televisie komt vandaag, hè? En weet je hoe die heet? Ja. Art. Art Rooiakkers. Dus... Op vrijdag. Wat is het vandaag? Ja. Het is toch vandaag vrijdag? Ja. Nou, wij zijn klaar voor de opname. Hey. Jaap heeft al gedraaid met de arts. Wat al tutor zelf. Oh, een alarm. We hebben als rode akker zo meteen over de vloer voor het programma op RTL. Hey, Teddy. Je bent er ook klaar voor, hè? Zo. Het is toch ja, voor de weten luister netjes hebben zo. Maar goed. Komt goed. Joep, rustig. Joep, kijk. Komt u? Wow. Zo. Goed zo, Joep. Ja. Keeper, Joep, of wat ben je? Oh. Keeper. Okay. Oh, goed zo, Joep. Oh, ben je jou. Sorry. Wow. Mooi, ja. Een uurtje wandelen, dan is het terug. Ik loop. Oké, Art. Dit doe jij wel heel goed. Ja, ik kan wel helpen. Ik denk dat jullie zaken gezien wel een goede matchshow zijn. Dat was het idee. Oké. Nou, als jij het zegt, ik neem mijn assistent mee en ik zie het al. Mm-hmm. Nuchter Twentse Kim, als ik was, ik dacht, nou... Gaat vast niet, komt vast een lookalike of weet ik veel iets aan. Wat ik las was dat het helemaal geen zakelijke date was. Er was nee. Veel meer aan de hand als dan Usher lag. Nee, ja. Ja. Zitten we Jaap? Het zit erop. Het was leuk, Art, super leuk gehad. Zo. Mega. Ah, zo leuk. Doet hij dit goed? Ja, doet hij heel goed. En leuke crew. Ja, heel relaxed. En nou worden we natuurlijk heel gek neergezet zometeen in de eindmontage. Sowieso. Ik denk dat het allemaal prima was. Ja. Dus ja, we gaan het zien. Ja, en tot in september uitgezonden. Aflevering 1 of 2 zijn we. Spannend. Dat was toch een keer. Nou, we zitten nu bij E-Fusion in Loosdrecht natuurlijk. Nou, dit is onze achtertuin ongeveer. Nou, in elk geval vandaag. En lekker. Lekker sushi. Kunnen jullie goed?
goed sushi maken? Ja, zonder zijn we allemaal niks. Is dit lekker, Muk? Zit jij weer lekker sushi te maken? Dat vind jij leuk, hè? Ik ben Muk en u. Oh. Nu even, kom maar. Mag je wat dicht? Oh, lekker hè. Ik vind het zo leuk dat jullie sushi leuk vinden. Ja, dat vind ik nu nog leuk. Over een paar jaar is het een beetje te duur, want dan kunnen we het niet meer betalen. Ja, mag ik proeven hoe jullie hebben gemaakt? Deze is voor mij. Leuk jij dat ook? Oh, heerlijk schat. Ik vind het wel lekker als er een beetje wasabi bij zit. Maar dat zit er ook bij. Oh, jubelijk. Lekker veel hooi op de vork. Ja, snel. Wie moet er wakker worden dan? Nee, toch. Nou, dan moet je wel iets harder roepen. Wakker worden! Ze worden niet wakker hoor, Joep. Dat is jammer. Heb jij een broodje met Nutella gehad? Nog één keer zeggen en dan gaan we. Wakker worden! Nou, hij doet wel met zijn oortjes, maar hij gaat niet in de benen staan. Nee. Met de voeten. Kijk nou uit. Joep, heb jij een lekker ijsje? Dat gaat wel erg snel, hè? Proef jij eens, ik vond het een beetje gekke smaak aan zitten. Ik ga even proeven. Indeuken, hè, als iemand. Lijkt hij op papa? Ik ben een mama. Oh. Ga er maar even op met mama. En een baby, hè? Met mama dan. Kim, even met mijn plek naar boven. Mijn mama. 7 maanden. 7 maanden. Och, kijk. Dirkje? Oh. En wie is de mama en wie is de papa? De papa staat daar, die staat er niet bij. Oh. En die heeft slagtanden. Ja, ja, ja. De dames hebben geen slagtanden. We hebben hier 4 generaties. Echt waar? Dus dit is de oma dan? Dat is een overgrootmoeder, hè? Oh. Ja, ja. En oma die is 39. En dan heb je, die heeft een dochter. En die is in de 20. En die heeft weer een dochter. En dan die is 12, 11. En dan heb je er eentje die heeft dan de kleine. De kleine. En hoe noem je een baby olifant? Een baby olifant. Oh, dat noem je gewoon een baby olifant. Dat heeft geen andere naam. Ja, nee. Dus het is een oma. En een moeder en de baby en dan heb je nog een overgrootmoeder. Die zo klein is. Ja. Ja, joh. De beer, je wilde toch naar de leeuw? Nou, we zijn eindelijk weer eens in het dierenpark Amersfoort met de zus van Jaapjet. Amantijn, dit hoor ik haar weer lekker mag ruiken, want vandaag dagje vrij is. Kindjes en oma Mali, natuurlijk. Max en Puk. En de puberteit. Gezellig, een snoetje. Kom goed mee. Muk, lekker drinken? Nee, ja, 2 liter, oh ja. Dodem! Ik ook zo'n slokje. Poekie! Heerlijk. Sorry. Dat is prachtig. Hier kan je wel mooi wonen, oké, okay, in de buurt. Weet jij de weg? Moeten we links of rechts? En waar gaan we daar naartoe? Hier is de giraf. Ja, nou heb jij goed gezien. Joep, waar wil jij naartoe? Daar kan je toetjes krijgen. Naar leeuwen. Leeuwen, oké. Okay. Waar zitten jullie in? In Tino. Kom jongens. Lekker veel hooi op de vork. Het is goed aan van Muk. Ja. We waren net op tijd binnen, hè? Ja. Maar in deze regen moesten alles snel naar binnen doen. Ja. Wow, net gered. Ja, net gered.
Jij wil altijd het liedje horen, hè? En die oude Volvo, hè? Ja, en nu is alles goed. En nu is alles goed, ja. Auto weer. En waar moeten papa en mama naartoe? Naar Prik. Ja, hè? Ja. Voor corona. Het is 8:05, om 8:30 en we gaan bij de vaccinatie in Zeist. Maar we hebben dus geen oppas. En we moeten allebei tegelijkertijd prikken. En gisteravond zagen we pas dat we de kinderen niet mee mochten nemen. Dus dit is even spannend. Want ja, we moeten meteen door. We kunnen elkaar ook niet echt aflossen. Dus even kijken hoe we dit gaan doen. Maar ja, het komt goed toch. Ik zit in de auto van Jaap. Zit hij wil een conversatie met zichzelf te voeren. Wat zit jij te doen? Heb je er gewoon al afgedaan? Focus microfoon mee. Hoi papa. Hoi. Hoe ging het? Nu kom daar. Nee, is wel terug geweest. Heb je stijve arm? Hier, neem maar mee. Ga maar. Heb je stijve arm? Nee, niks aan de hand. Nu nog niet. Misschien voel ik me zo meteen slapen. Dan gaan we dan. Je arm laten halen. Je zit dicht bij het vuur hier, hè? Ja, dat is fijn, hè? Ik stel niks voor, jongens. Waar zijn we, jongens? Muk en Joep, waar zijn we? Bij IJsland Peek, bij het pretpark. Het pretpark, hè? En met wie? Kirsten. Ja, hè? Met mensen. Leuk, hè? We moesten heel ver parkeren, omdat het zo druk is vandaag. Ja. Zien jullie goed? Kirsten neemt de zorg over. Gaat het goed? Hier. Oh, wacht even hoor. Ja. Ben je Bob de Bouwer? Muk, kom maar bij. Kom maar, Muk. Nee, andere jongen, dat is niet. Oh, dat is leuk. Knuffelen met jou. Kijk eens, Muk. Muk, kijk eens. High five. Zeg maar doei. Joep ook, high five. Ga maar staan. Doei, dankjewel, Jo. Oh, kom maar. Kom hier. Kom hier, Boek. Kom, schatje. Woehoe! Ja! Zo hard! Hij gaat nou super hard! Kan Halter in de rij staan? Twee, want wij zijn langs. Ja, ja. Maar goed van jou, Muk. Kijk, nu doen. Houd jullie in de hand nou vast. Je lijkt wel een ooievaar. Kom maar, Muk. Goed gedaan, jongens. Muk, wat vond je ervan? Ja. Hij vond het wel leuk. Ja? Ja. Oh. Nou, dit ziet er nu al leuk uit. Pannenkoekenboerderij. Ja, een pannenkoek. Kijk, ja, heel tof dit. Kom dan, Jeff. Wil jij een pannenkoek met poedersuiker? Een pannenkoek met stroop? Nee, ik bedoel geen pannenkoeken met piemel. Piemel? Joep, wil jij een pannenkoek met Nutella, met stroopwafelkruimels, met poedersuiker? Ik heb ook echt, ben ook zo'n goede moeder. Ik ben doortastend, weet je, ik ben streng. Hij weet precies wat hij aan mij heeft. Ik kan heel veel boos worden. Joep, en nou moet je luisteren. Niet doen. Waar neem jij me? Ga ik hem niet slaan. Kom maar. Oh, die stond gewoon mijn naam op. Deze is niet voor mij. Jawel, die met kruiszak mag hier alsjeblieft. Is dat een goed idee?
echt super goed met eten. Ik pak de aardbeien van mijn pannenkoeken. Nikki eet hele pannenkoeken weer een keer. Dus Kirsten en ik hebben besloten dat we samen naar Ibiza gaan. En dat Nick en Jaap de kinderen gaan passen. Passen, ja. Passen, ja. Oppassen. Oppassen. Want zo noemen ze dat. Nog één. Oeh, jong. Ja, op de kop. Nee. Nee. Doe maar. Doe maar. Doe maar, Joep. Joep, doe maar. Wat wil jij, Joep? Slagroom. Slagroom. Ik heb slagroom. Kom je uit Twente? Het is echt een nieuwe. Ik heb slagroom. Is dat slagroom? Ik kom niet uit Twente verder. Even knapje. Is er nog één die je roept? Nee, man, ik wil wel een kusje. Lekker veel hooi op de vork. Wat ga je doen? Sporten. Sportdag vandaag, hè? Voetballen. Niet hier, de paas ging bijna om. Ja. Nou, wat ga je dan doen met sporten? Even ze maar. Die schoenen van. Ga jij Muk wegbrengen, toch? Ja. Doei. Mag je een keer mee, hè? Doei, Muk. Veel plezier, hè? Met sporten. Ja. Ga je winnen? Ja, hey, kom. Ga maar. Ga maar redden. Veel plezier. Ja, is goed dat hier. Hey, Mukkie. Kom maar sporten. Kijk eens, je eerste korstje. Kun je beter doen in plaats van je vingers opeten? In je mond. Zo. Nee, mag hij zelf. Kijk, hij doet het niet, hè? Ja, hij weet dan niet hoe hij ermee moet doen. Doe maar in je mondje, eten. Kijk. Dit kan zo in de mond. Appel al. Wil je lekker sabbelen? Ja. Vind je dat lekker? Dat is een gek kosje, hè? Nee, naar de school, toch? Wij gaan met paard naar school. Nee, naar de andere auto. Ja. Hoe heet jouw paard eigenlijk? Nou? Hoe heet hij? Kom, afschieten. Oh, er komt een bus. Ja. Lekker veel hooi op de voer. Zo, dat was een dikke boer. Was het nog een boer? Kom je banaan eruit. Oh, je ruikt ook altijd zo lekker, hè. Oh. Ja, wie is dat? Oh, zo lekker, lekker, lekker. Hey, kijk je daar maar. Wie is dat? Hey, wat een lekker ding, hè. Kijk eens, zeg maar hallo. Hallo, we hebben allemaal poespasspullen hier liggen op tafel. Zullen we eens even kijken hoe blond haar jou staat? Zo. Oeh. Zo, twee kanten. Kijk al een beetje op Donald Trump zo met dat lange haar. Ben je noem Kim? Nou, een jonge kokosnoot. En jij weet niet hoe dat werkt. En ik maar je doet net alsof je er verstand van hebt. Dat heb ik ook. Ja, weet je hoeveel kokosnoot ik ook heb gemaakt? En heb gedronken. Als hij ruikt naar bier, wat ik denk dat hij doet, dan is hij niet meer lekker. Maar goed, we gaan nou, snij dat ding maar open. Kijk uit! Ik wil doe dan een plank erbij. Ja. Hadden jullie ook dit soort messen bij een expeditie? Wij hadden nog veel botter, schat. En vies. Jullie wel hakbijlen. Kijk, dan schiet hakbijlen, ja. Je gewoon met een heel andere huistuin in de keuken. We hebben Pippi Langkous mes. Bovendien. Oké, hoeveel heb jij net geschoven? Ja. En kijk, dit is ook niet. Nou. Ja, zo. Dat moet je doen. En nou, en dan? Ga weg. Ja. En nou? Misschien moet je het even buiten doen. Ja, en dan is het helemaal vies. Ja, wat denk je hoe vies bij mij was? Ja, ik heb er ook overleefd, wel met een paar parasietjes, maar...
Conclusie, we nemen nooit meer de jonge kokos. Kijk uit hè, dat je dat niet op die mooie tegels doet. Nee. Ja, nou kun je hem opklappen, denk ik. Nou, dat valt ook tegen. Ja, een beetje spierballen. Oef. Je kunt al met de handen in kaas trekken. Ja, solliciteert hierbij. Nooit. Zou je dat nooit aan meedoen? Nee. Iets niet zo willen doen als het expeditie onderzoek. Oké, en hoe ga je dit nou doen? Nou ben ik benieuwd. Best. Even snijden, schat. Wat? Dat moet je snijden. Gewoon van die sneetjes in maken. En? Ja, ik vind het lekker. Het is wel echt kokos. Maar goed. Het punt is, bij een bounty er zit natuurlijk nog heel veel suiker bij. En daarom is het chocola. Dus dat maakt het zo lekker. Dit is gewoon... veel te gezond. Nee, het is echt lekker. Het is geen buik meer, hoor. Ja, je ontlasting wordt wel anders. Hier is een nieuwe aflevering van Lekker Veel Hooi op de Voer.